Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie werkt samen met ondernemers van de Ringweg aan een passende oplossing. Het merendeel van de ondernemers die aan de Ringweg een bedrijf hebben, hadden bij het ministerie geklaagd dat ze minder verkochten vanwege de gewijzigde verkeerssituatie. De bewindsman legt uit dat de wijziging bij de Ringweg Noord en Zuid verkeertechnisch noodzakelijk was. Het ministerie was namelijk op enkele gevaarlijke situaties gestuurd. Pengel geeft verder aan dat de kruising van de Charlesburgweg en de Ringweg een van de gevaarlijke situaties was. Daarnaast ook de kruising met de Copernicusstraat, tussen de Copernicusstraat en Jan Steenstraat en de Noordelijke Ringweg en de Zuidelijke Ringweg, dus dat gedeelte daar. De afdeling verkeer heeft deze situatie heel lang gemonitord en toen zijn we overgegaan op basis van die overwegingen van verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. De ringweg is een onderdeel van een groter plaatje wat betreft onze uitdaging om verkeer snel te verwerken vanaf het zuiden. Dan moet u echt denken vanaf de Indira Gandhiweg tot het noorden. En daar is de ringweg een onderdeel van een alternatieve route die men kan gebruiken. Dus we beperken ons zich niet tot de ringweg alleen, maar dat de ringweg een onderdeel is van het verkeer dat door moet stromen. De bewindsman zegt verder dat uit het gesprek met de ondernemers geconcludeerd kan worden dat de automobilisten van de ringweg meer woon- en werkverkeer zijn. Volgens de minister kiezen mensen niet per se de ringweg om inkopen te doen bij een van de bedrijven. Toch zegt Pengel dat er naar verschillende mogelijkheden wordt gekeken om aan de wenselijkheden van de ondernemers te voldoen. Dus de mensen hebben dus gevraagd of we het besluit kunnen terugdraaien of dat er andere maatregelen. Dat is hun primaire wens. Wij kijken naar andere alternatieven om meer bypassgelegenheden te creëren door kunstwerken te maken in plaats van betonnen duikers, waardoor mensen op meerdere plekken de gelegenheid hebben om te keren en de andere richting op te gaan. Tussen de strekking Nieuwe Charlesburgweg en de Johannes Vermeerstraat denken we aan één bypass. En tussen de Charlesburgweg en, laten we zeggen, de bypass bij het Shiragali project nog een bypass wenselijk zijn. Tot zover Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, over de mogelijkheden die het ministerie eventueel zal creëren om aan de wensen van de ondernemers aan de Ringweg Noord en Zuid te voldoen. De ondernemers hadden geklaagd dat ze in omzet achteruit zijn gegaan na de gewijzigde verkeerssituatie.